Tel me af. Ja, dames en heren, een hele goede avond. En welkom bij weer de tweede editie van Opwarmen. De gloednieuwe pre show van Herakles Almelo. Waarin ik uh, elke keer voor de te spelen wedstrijd ga voorbeschouwen met een spraakmakende gast. En dat is uh, vanavond, ja, ik, uh, ik introduceer het al vanavond: Herakles FCM. En, en zeg Herakles en FCM, en, dan is het natuurlijk een handjevol spelers die voor beide clubs hebben gespeeld. En een van die uh, spelers is natuurlijk Reuven Niemeijer. Reuven, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, ja. Mooi om terug te zijn. Ja, zeker. Is altijd uh, leuk om terug te komen. Ja, waar ben je vandaan gekomen vanuit uh, Rotterdam gewoon? Vanuit Rotterdam, ja. ja. Klopt. Voor de mensen die het niet weten, jij speelt uh, sinds. Uh, is het twee seizoenen of één seizoen? Sinds één seizoen, vorig seizoen, hè? Afgelopen zomer ben ik uh, Afgelopen zomer uh, ja. speel je bij, uh, bij Excelsior Rotterdam en uh, heb je het een beetje naar zin daar? Ja, zeker. Het uh, bevalt supergoed daar. Uh. Alleen uh, het resultaat is nog niet echt uh, heel erg. Uh, Goed, zeg maar. Nee, vertel hoe het Nee, is, ja, nu we doet. staan er uh, niet zo heel goed voor, maar uh, ik heb er nog wel alle vertrouwen in dat we dat nog, uh, nog rechtzetten. Ja, we hebben het van tevoren even over gehad. Uh, je zei, het lijkt een beetje brakels, hè? De, qua sfeer daar in Rotterdam. Of in ieder geval bij Ja, in ieder geval bij CSU. Ja. Rotterdam is natuurlijk wel iets anders dan uh, Almelo. Almelo. Ja. Maar uh, nee, qua sfeer in de, in de club is uh, eigenlijk wel zo goed als hetzelfde, alleen is het uh, ja, nog een stukje kleiner. Ja. En, uh, maar voor hetzelfde, ja, voor, voor de rest is het eigenlijk uh, zo goed uh, als hetzelfde. Ja. Ja. Een uurtje geleden kwam hier binnenlopen. Is dat als thuiskomen of niet? Ja, toch wel. Ja. Toch wel, ja. ja en dat uh, ik denk dat het ook wel altijd zo zou blijven. Ja. ja, ja, mooie tijd. Die gaat hè? mooie tijd. Die gaat Klopt. Ik was het geweest. Vier jaar, ja. Vier jaar, ja. hoogtepunt in die tijd. Ja, het tweede seizoen onder Stegenman was natuurlijk uh, voor mij persoonlijk een mooi jaar. Ja. Uh, ik heb de reis uh, met de Europese wedstrijd mee mogen maken. Was ook uh, toen was ik hier echt. Net van de Amateurs overgekomen, dus dat was ook al een hele happening voor mij. Niet gespeeld hè, volgens mij? Niet gespeeld, maar om mee te maken was sowieso al heel mooi. Ja. Uh, maar dat tweede seizoen onder Stigma was voor mij wel het mooiste, ja. ja we gaan ja. straks uitgebreid nog hebben ja. over jouw tijd hier in Almelo. Um, nogmaals, je staat hier natuurlijk omdat je voor beide clubs hebt gespeeld. Um, wat verwacht je eigenlijk van de wedstrijd van vanavond? Uh, ja, een wedstrijd waarin allebei de ploegen drie punten hard nodig hebben. Ja. Um, ik verwacht wel dat Heracles wel de overhand zou hebben. Uh, vooral thuis natuurlijk. Het uh, is altijd al zo geweest dat je thuis uh, bij als zijn het toch uh, ja, wat prettiger voelde. Zo, voelde. zo voelde het altijd voor mij. Um, dus ik, ik verwacht wel dat Herakles uh, vanavond wel gaat winnen. Ja, ja, de trainer heeft het zelf altijd over woormoed. Uh, Straks ook een uitgebreid interview met hem over het feit dat uh, we missen een beetje de, 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 de mensen in het stadion En uh, die kunnen ons net een wedstrijd als tegen exe, uh, RKC of uh, tegen Fortuna, die kunnen ons net dat, dat extra setje in de rug geven wat misschien nodig is in, in die wedstrijden. Uh, snap je dat? Ja, kan ik heel goed begrijpen. Nou ja. Um, oh ja, we hadden voor de uitzending al even over dat, ja. uh, dat we het heel erg uh, raar vinden dat er geen publiek is. In de zin van, nou het is noodzakelijk, maar ja. we, voor ons voetballers is het raar, want uh, ja. het is zo niet leuk. En nee. nee. hoeverre was het in jouw tijd bij Rakers? ik eigenlijk meer, um, was dat ook een extra steun die twaalfde ja, man? Zeker, ja, zeker, zeker. Ja, vooral, uh, vooral de thuiswedstrijd als het uh, vol zat, dan uh, was er uh, echt wel een extra steun. Ja, ja. vanavond, dus dus FC Emmen. Tot nu toe ook, uh, je noemt het al even teleurstellend seizoen voor Emmen. Um, vind je het verrassend eigenlijk? Je hebt er een jaartje gezeten, dus? Ja, klopt. Uh, nou, verrassend, weet ik niet. Ze hebben vorig jaar wel een goed jaar gedraaid. Ook wel uh, leuk voetbal gespeeld, ja. en alleen en juist uh, erom, misschien wel. Uh, ja. Nee, misschien ze thuis publiek nog wel meer, want daar hadden ze vorig jaar natuurlijk vooral de punten. Ja. Uh, misschien dat dat de reden is. Was dat iets bij hun, voor je gevoel ook? Thuis, ja, het, het leefde daar enorm. Dat ze, ik kwam daar natuurlijk dat ze voor het eerst in de Eredivisie zaten. Ja. En uh, ja, je merkte dat het wel in Emme heel erg uh, ja, leefde. Wat voor club is het, FCM? Um, ja, het is uh, een gezellige club, een leuke club. Ook heel gemoedelijk. Um, en uh, ze waren natuurlijk wel hè, voor het eerst in de Eredivisie, wat ik al zei. maar... Uh, wel, um, ze wilden wel, vooral de voorzitter, die wou altijd wel graag uh, verder kijken dan, uh, dan het heden, zeg maar. Die wou wel gewoon uh, naar de toekomst kijken. Met die dus een beetje als voorbeeldclub. Uh, ja, je, ja, dat had hij ook toen, uh, toen gezegd. En um, die had altijd wel uh, doelstellingen voor in de toekomst, van meisje is ook bezig met een nieuw stadion. Tenminste, heb ik een keer gelezen. Uh, dus die wou altijd wel uh, verder kijken dan, dan, dan op dat moment, zeg maar. En uh, ja, dat was wel. Dat was wel een leuke tijd op zich. Ja. Ja. En op sportief vlak, je hebt natuurlijk ook met de huidige trainer Dick Lucchino ja. samengewerkt. Wat voor trainer is hij en wat voor, wat voor spelambiëerdheid speelt hij? Uh, ja, hij wil uh, voetbal in spelen. Toen die tijd speelden we eigenlijk uh, uh, vooral in een iets anders systeem dan ze nu doen. Nu spelen ze wel gewoon 4-3-3. Toen spelen we meer eigenlijk met uh, 4-4-2, maar met de buitenspelers eigenlijk wel heel erg op de binnenkant. Waardoor je eigenlijk met een soort uh, twee buitenspelers tussen de linies, tussen de spitsen kwam te spelen. Het was een beetje een apart systeem. maar heeft wel gewerkt dat seizoen. Um, hij wil heel graag voetballen. En uh, vandaag achteruit ook altijd uh, bij ons toen die tijd. Ik heb dit seizoen niet heel vaak kunnen kijken. Maar ik weet niet uh, wat ik vanavond uh, ga tegenkomen. Maar uh, dat was toen. Uh, dat seizoen wilde hij wel echt voetballen. Ja. Maar, ja. Hoe was je seizoen daar? Bij M eigenlijk? Um, ja, Ik kwam daar op de laatste dag binnen. Dus uh, niet altijd prettig. Uh, zeggen ze. Vond ik zelf ook niet. Um, het was een, uh, een seizoen waarin ik uh, veel. Geleerd heb in de zin van in het begin heb ik het maar nou, alles wel gespeeld tot aan de winst op ongeveer en daarna zag het voor mij niet zo rooskleurig uit, ja. um, maar daar heb ik ook heel veel van geleerd. In de, in de zin van uh, hoe je met tegenslagen om moet gaan, dus ja. uh, kijk je zeker positief op terug. Ook oh, nog een letterlijke tegenslag, hè? volgens mij. Uh, ik heb die zo oh, ja, leren, dan, yeah, zien, ja, ja, ja. Dat was een letterlijke tegenslag. Ja, ik uh, had je goed te pakken, of niet? Ja, daar kan ik mij me niks meer van herinneren. Nee, nee, dan ben ik helemaal kwijt. ja. ja. Want voor de mensen die het. Ik kan me het dan wel een beetje herinneren. volgens mij ja, de, de bal viel een beetje tussen jou en mijzelf. Ja, Bas ik maakte een dieploopactie Volgens mij was het. Voor FAQ zelfs. Ja. En. Uh, um, ja, toen. Het was natuurlijk wel wie, wie het eerst bij de bal was. En ja. volgens mij kwamen allebei tegelijk aan. En, uh, ja, op. ik heb het teruggezien. Ik, nee. Dus. Uh, en, uh, ja, dat. Uh, het liep voor mij niet zo goed af. Ik lig je uit. Ik lig je uit. Ja. ja. Maar ook dat best wel lang eruit ik... geweest, volgens mij. Je hebt echt ja, echt zie je, je een hersenschudding week... toch? Ja, hersenschudding. Uh, de, Banden in mijn schouder waren flink opgerekt. Zo'n piano-toets nu ook. Dus dat uh, is ook altijd leuk. Ja. Uh, nee, maar uh, ja, het was wel mooi toen uh, ik de beelden terug zag. Uh, dat ik onder een warm applaus uh, door de supporters ja. uh, van het veld ging. Dus dat, was, uh, dat was wel fijn. We hebben het even gezegd: we gaan straks nog uitgebreid over je de ja. tijd hier in Almelo hebben. Um, maar uh, ik zei het net ook al even: we hebben voor de wedstrijd, bijna traditioneel inmiddels, onze trainer Frank Woormoet ook even gesproken. Geef ons na dat interview weer ruimte om daarop in te haken. Dus uh, laat maar gauw naar hem gaan luisteren, onze trainer Frank Woormoet. Frank, wie geht's? Ihr fragt mir halt vor der Wettstreit, ja. wie geht Frank? Und dann altijd sage ich halt, ich bin zufrieden. Ja. Wegspannen? Ja, natürlich, natürlich. Vor allem diese Wettstreit. Ja. Ich will kein zweites RKC oder Sittard haben. Ich will nur mit dem Team, mit dem Bluch, drei Emmen haben. Ja, das haben wir echt nötig. Ik vind het interessant dat je die wedstrijd aanhoudt, want uh, wat me opviel, je hebt voor Fortuna en voor RKC, sprak ik je ook, bestempelde je de wedstrijd als een must-win wedstrijd. Ja. Uiteindelijk pakte dat natuurlijk niet heel goed uit. Uh, heb je getwijfeld om in de media nu te zeggen van het is geen must-win, uh, het is als elke andere wedstrijd? Nee, ik heb met de, met de, de spelerraad gesproken, daarop en ze zeggen, hey coach, het is normaal, okay. we de, de, deze wedstrijden we moeten we winnen, dat is een must-win. Ja. Wedstrijden zijn dat. En dat is ja, is ja geen druk. Ja. Als je den druk niet uh, houden kan, dan moet je taxi rijden. Ja. Hebben jullie misschien met de technische staf een soort patroon gevonden, een, een, een verklaring voor uh, waarom het tegen dat soort ploegen, wat dan een must-win wedstrijd is dus RKC, Fortuna, misschien ook wel Sparta dat het in, tegen die, tegen die tegenstanders niet echt lukt? Wat, wat ging er mis in die wedstrijden, laat ik het zo zeggen? Ja, ich sag auch hier allzeit Wir wurde auch de ganzen in äh, Doelpunkte machen. Wir haben die ganzen. Wir musen über über halt in, in äh, RKC sprechen. Da haben wir mal alle gesehen, dass wir deutlich besser waren. Mal der Resultat, der, der Ausflach war nicht gut. Ja. So, das, ist, das ist, in, in dieser Saison haben wir nicht so viel Glück in in, in, in Expected Goals haben wir mal, nicht in de ja Is het misschien ook, um, uh, hoe moet ik het zeggen, die, die wedstrijden tegen RKC en, uh, uh, en Fortuna, dat het, uh, in die, die wedstrijden moet je het spel maken, mm. horen we nou vaak. Hè? Je moet de dominante ploeg ja. zijn. Is dat het misschien ook, wat dan ja, de agressie is van deze ploeg? Daar ben ik overtuigd uh, ja, dat we daar uh, een, een uitdagingen hebben. Uh, we, kunnen, uh, we kunnen niet uh, tegen teams die laag staan, uh, veel... kreieren, das haben wir auch gesehen. Und als wir dann die Kanzen haben, machen wir nicht die Tordrümpel. Ja. Und das ist der Verschrittel, äh, okay, der letzten Saison oder abgelaufene Saison. Da haben wir auch in Maurer auf in in in, in gehabt. Die haben dann in der jüngsten Moment die Tordrümpel gemacht und dann hefte äh, das Team ein, ein Selbstvertrauen. Ja. Und dann, ja, mal das Augenreden. Ähm, die könnt sie sehen in der Euzelachen mit den Resultaten von den äh, Wettstreiten. Toys, winne die Teams nicht mehr so viel. Dann in der letzten abgelaufenen Saison. Ja. Das ist die, die letzte 10 Minuten beispielsweise ja. Vitesse, aber, ja, war echt, echt ich in meinen äh, folgenden Mai gut genug, um äh, Vitesse, okay, Vitesse, sorry, Vitesse äh, war es natürlich auch lachen in den letzten 15 Minuten. Sie äh, wollten, Wilden äh, auch äh, countern, aber hat man mal echt äh, gut gespielt mal das risiko nehmen um in die box zu gehen und den Ballverlies zu akzeptieren um dann in direkt drück zu gehen ja. hat getan so. aber, aber, aber ist das pure vertrauen Nein, das ist is so kek, äh, als ihr hier spielt ist wie äh, so als ein Ofenwettstreit. Mhm. der letzte Spanning ist nicht in den in der Spieler. De und licham von der players ähm, in der hat auch nicht den druck so als zuschauer Zuschauer ja, sein hier und mit, mit äh, Emotionen hinter den Rücken der, Rück der Spieler, dann tun junge, junge Spieler vor allem Dinge, die sie sonst nie tun. Was bedeutet, äh, tun? Das bedeutet doch, sie nehmen Risiko, sie gehen in die Box, der de Schiedsrichter ist vorsichtig mit Wissen, ne? sie sagt okay, mit Flöten, sorry. Ähm, äh, das, sommige Situationen, sagt der Schiedsrichter auch wegen der Zuschauer, ach komm, faul. Ja, und da sind Situationen, wo, ähm, war der Gegenstand ähm, nervös Wort und, und wir und der 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 Pluch Peter. Und diese diese Emotionen, das haben wir mal in diesen diese Ufenwettstreiten, ja, haben wir nicht. Nein. Nein das und nicht. sind dann der letzte 5 habe alle Teams, wie ich auch, Aber ich denke, dass Herakles noch mehr der Zuschauers Zuschauers Notecap dann andere Teams. Ja. Je hebt het uh, iets eerder het gehad over het feit dat, uh, jullie creëren wel aardig wat expected goals, alleen de doelpunten zelf vliegen niet in. De, er moeten doelpunten gemaakt worden. Wie moet dat gaan doen vandaag in de spits? Is dat uh, opnieuw Sinan Bakis of Adrian Zeuk? Ja, ik heb Sinan Bakis gezegd, oké, okay, jij uh, heeft, heeft tegen een echt een goede ploeg gespeeld, Vitesse. Nu spelen we tegen een ploeg die hetzelfde niveau heeft. En nu kan hij laten zien dat hij toch de spits is die we nodig hebben. Ja. Want dan moet ik ook daarna ook reageren. Ja. Maar heb je niet het gevoel? Ik denk dat veel zullen ook denken. Kijk, dat de spitspositie op dit moment een probleem is, dat is misschien wel duidelijk. Maar um, Adrian Seuken scoort een schitterend doelpunt uh, als invaller tegen FC Groningen. Uh. Heb je niet gedacht van oké, okay, hij scoort op dit moment, hij is mijn spits. Punt? Ja, dat is één mogelijkheid. Maar als spits moet je ook een beetje anders. Uh, uh, hoe zij dat uh, aanpakken? anpacken. Sie brauchen, sie haben auch ein bisschen mehr Vertrauen nötig als ein äh, Spitz. Allzeit sagt, ich bin folgende Wettstreit oid, dann komme ich wer in, dann hätte er nicht das Vertrauen von der Trainer. So gebe ich, geb ich äh, den de Spitz 1, 2, 2, 3 Wettstreiten und sag ihm auch das und dann muss jetzt äh, Adrian Söke warten. Okay, ich habe auch gesagt, als ihr äh, in und wer in markt dann habe ich ja kein Kans mehr, eine äh, Elftal zu spielen, the First Eleven. <laughs> dann bin ich ja auch Joker, unser Joker. Mal, Rapje. Nee, normal, vor äh, äh, Sinnern, von Tag, ist eine äh, Möglichkeit, lad, zu laden, ziehen. Aber dann, dann habe ich auch gegen äh, ihn gesagt, dann ist es äh, vorbei. Dann, dann kommt äh, Misrin äh, Adrian Söke. Oder ein Of a Oder spit. Of a new spit, auch ein anderes Spit, von dem Team. Findest du da auch noch eine Option in? Ah, also echt als spit spitz spit uh, Ja, dann ist die falsche, der falschen, wie heißt das, falschen 9. Falsche 9, ja. Ja, haben wir auch uh, getan, aber er fühlt sich besser uh, uh, achter Spitz. Ja. Spit. So, dann ist er nicht so direkt zu tun mit, uh, mit uh, Basic, mit, uh, mit der center vertätiger ja. Dann ist er mehr frei. Um, dan kies je ook nog voor Luca della Torre op het middenveld. In plaats van Lucas Schoofs. Dat is denk ik vooral omdat je gewoon de verwachte voetbal in de ploeg te zijn vandaag, toch? Dat is uh, juist. Dat, is, dat klopt. Ik kan het zo van je overnemen. <laughs> Frank, tot slot, wat verwacht je van, uh, van SCM en vandaag? En, en überhaupt dus van deze wedstrijd? Ha, um, nou ja, natuurlijk moeten we. Nee, we willen ook uh, de speel uh, maken. Dat, dat betekent dat we ook hoger staan. Uh, dat we de tegenstander onder uh, druk zetten. Niet de hele tijd. nog niet. Uh, komplett in der Hälfte von, von der Gegenstander. Man muss auch ein bisschen das Gefühl geben, dass sie spielen können. Ich würde auch ein ein Ballverlies oder ein Ballwins für uns in der Gegenstander-Hälfte ist ein, ein guter Gans. Wenn ähm, wir die hoch dann haben wir auch viel Raum in der Rückseite. Da muss man auch aufpassen. So, ich denke, dass wir sie ein bisschen spielen lassen, nicht zu viel. Und äh, dann mal man äh, ob Of de, de, de vele kansen die we hopen, hoop ik maar, creëren, ook uh, in doelpunten omzetten. Laat het hopen. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Reuven. Geen spel tussen te krijgen, hè? Wat, uh, wat de trainer te zeggen heeft. Eens. Ja, <laughs> precies. <laughs> um, wat voor trainer is hij? Frank Woormoet. Um, iemand met een duidelijke uh, visie over voetbal. Ja. Een heel eigen visie. En uh, nou ja, dat probeert hij ook over te brengen op de ploeg. Ja. Een van de dingen die jij noemt over de wedstrijd van straks: uh, hij kiest dus uh, opnieuw voor, uh, voor Sinan Bakis. Uh, je hebt het ongetwijfeld gevolgd dit seizoen: uh, de, de, de spitse discussie die heerst waardig ja. hier in Almelo. Of ja. al Adrian Seuk moet spelen of Sinan Bakis. Beide ja. hebben nog geen heel gelukkig seizoen. Uh, hoe kijk jij daarna? Uh, ja, nou die Bakis is uh, natuurlijk uh, gehaald. Moet ook uh, de tijd geven om te wennen, natuurlijk. Ja. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Uh, Adrian is nog een jonge jongen, uh, vorig jaar gekomen. Uh, ja, dat is, is een lastige, maar uiteindelijk denk ik wel uh, dat bij een van de twee wel gaat draaien. Ja. Ja. Een van de andere spelers uh, die, uh, die ook speelt vanavond in plaats van uh, Lucas Schoofs is uh, Luca de la Torre. Daar ja. kiest uh, Wormo dus bewust voor, omdat ja. uh, hij verwacht dat Jaak uh, dat vandaag de dominante ploeg zal zijn, in ieder uh -huh. geval in balbezit. Um, snap jij die keuze? Ja, nou ja, als je even, uh, verwacht om uh, meer in de, uh, aan de bal te zijn vanavond, dan, uh, dan denk ik dat je met Luca de la Torre wel een speler die een handige speler is. Uh, aan de bal, uh, dat je makkelijker uh, vooruit kan voetballen. Ja. Ja. Lucas Schoff is meer een, een, een controlerende speler die uh, ja, verdedigend denkt. Ja. En, uh, als we dan kijken naar FC dan, dan uh, verwacht we dus dat het uh, raakse spel moet gaan maken. Um, ik, ik denk persoonlijk dus dat FC die moet ook. Hè? Weet je? Je, ja. het, het is nu niet een uiterstrijd zoals normaal in een seizoen. Uh, in principe het is neutraal terrein, kun je bijna zeggen. Ja. Um, ja. Ik, ik zie FC er wel bovenop klappen op het begin eigenlijk. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Dat zou goed kunnen. Ja. Ja, want het is wel een, uh, een hele belangrijke uh, wedstrijd voor, voor ze. Dus uh, het zou me niet verbazen. Nou, nee. nee. inderdaad. inderdaad. We hebben het, uh, net al even aangekondigd jouw tijd hierbij raken. Dus je kijkt er in ieder geval uh, tevreden op terug. Um, um, dat, dat eerste seizoen, toen kwam je er dus net bij. Speelde je volgens mij niet heel veel. Het seizoen erop, dat was wel echt jou, uh, jouw droomseizoen, hè? Ja, klopt. Dat was een heel mooi, heel mooi jaar. Uh, eerste seizoen uh, was voor mij natuurlijk uh, aanpassen. omdat ik van de amateurs overkwam. Um, voor de winterstop nog mijn buurt mogen maken. Wat al heel mooi was. Het was eigenlijk een doelstelling voor. Nou, als ik mijn debuut mag maken dit jaar, zou dat fantastisch zijn. Gebeurde al voor de winter. En uh, aan het eind uh, nog, uh, nog een paar mooie wedstrijden mogen spelen vanaf het begin. En uh, dat jaar erop was, uh, ja, was een heel mooi. Jaar. Had je het überhaupt verwacht toen je hier naartoe kwam vanuit, vanuit Quick 20 ik haalt natuurlijk wel vaker jongens uit de regio. Maar dan is vaak wel het devies van ja, je wordt in principe gehaald voor het tweede elftal. Want die ja. moeten ook gewoon een wedstrijd spelen. Ja, eens. En misschien één op de vijf, zes jongens die vanuit die amateurs komen, die krijgt überhaupt de kans in het eerste elftal. Wat was wat jouw verwachting? Uh, ik kwam gewoon, uh, ja, zonder uh, maar vanuit te gaan dat ik wel door zou breken. Of, uh, ik kwam gewoon helemaal vrij hier naartoe gewoon blanco. En uh, misschien is het daarom ook wel uh, gelukt dat ik uh, heel vrij was in mijn hoofd. En gewoon dacht van, ja, vandaag mag ik weer lekker voetballen elke dag. Ja. En uh, misschien heeft dat wel geholpen. Hoe ging dat eigenlijk? Jouw transfer van Kwik naar, naar Herakles? Uh, ja, dat was wel mooi. Um, ik, uh, ja, we waren gepromoveerd met Kwik uh, naar de derde divisie. En um, ik was in gesprek met uh, HHC Hardenberg om uh, daar naartoe te gaan. En um, ineens belde Nico-Jan Hoogma uh, mij op of ik uh, misschien twee weken wou mee trainen. Wel bekend bij Kwik. Wel bekend bij Kwik. Of ik uh, twee weken wou mee trainen om uh, misschien eventueel een contract af te dwingen. Ja, ah, Daar zeg je geen nee tegen natuurlijk dus uh, ja. dat heb ik uh, gelijk toegezegd en uh, nou ja zodoende zodoende ja jongensdroom toch ja denk ik. zeker zeker op dat moment was je volgens mij een auto verkopen of niet verhuurde verhuurde, ja, ja, ja. verhuurde auto's ja, ja, ja. bij huisjes kloppen ja ja. Ja, ja, ja. Nee, ja 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 nee ja ik verhuurde auto's ja ik was aan het werk en ik studeerde en uh, vlak voordat ik hierheen kwam had ik mijn studie afgerond dus dat was ook prettig en Tim Breukers is nog je trainer geweest bij uh, bij Quick ja beetjes ja gitter in het jongensboek man ja, hè? heel mooi ja. um, dat, dat seizoen erop en ook eigenlijk samen met dat eerste seizoen. Ik, ik kijk daar nu altijd als, ik, je weet het zelf, ik ben ook, ben ook supporter natuurlijk ook een ja. beetje. Dat leek altijd voor ons als buitenstaanders leek dat een heel hecht team. Klopt dat? Ja, uh, we hadden een heel hecht team. Uh, hmm. Ook jongen, hmm. veel jongens uit de regio natuurlijk. Uh, met Bruns, uh, Pelupessi, Woutersen, Tjersen, Olma. Um, Wat wegwist. Ah, uh, die was, die ging toen weg. Oké. Okay. Die ging toen naar AZ. Was. Uh, ja. Um, nou, heel veel jongens die echt hier vandaan kwamen, Mike de Wierik natuurlijk, um, ja. en uh, ja, dat, uh, het was wel echt een heel erg team en dat, ja, zoiets heb ik uh, in, in mijn vier, vijf jaar carrière, kort, maar <laughs> heb ik nog niet weer meegemaakt, zo'n hecht team. Nee. Maar, dus ja. dat beeld klopt? Dat beeld klopt, ja. ja. Mooi. Um, toen beleefde je dus in uh, het seizoen 17-18 jouw, jouw droomseizoen. Benoemde al even 8 uh, goals en 2 uh, assists. Dat was onder John Stegeman, die vertrok na dat jaar. Ja. Eigenlijk toen op het moment dat Frank Wormer hier kwam waren eigenlijk jouw kansen een beetje verspeeld, hè? Ja, dat klopt. Uh, Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, uh, verklaring weet ik niet. Het is hij koos voor uh, andere spelers. Ja. ja, dat was het. Zo ja. zeker was het. Ja, nou ja. Maar je, je, hebt, je hebt toch jezelf wel in ieder geval te raden gaan, niet per se om kritisch naar jezelf te kijken. Maar als oh, jij ja. nu inleef bijvoorbeeld in, in Frank moet, wat is voor jou gevoel de reden geweest dat jij niet meer aan het spelen toe kwam? Nou, ik denk niet dat ik een type speler was die in zijn spel paste. Dat is het. Ja, ja. nou ja, en dat is zijn goed recht. Ik en wat bedoel... type spel duid je dan op? Um, nou ja, ik ben meer iemand die voetbalt op intuïtie. Van wanneer moet ik voor de goal zijn, wanneer niet? Wanneer moet ik uh, druk zetten, wanneer niet? Dat gaat, dat gaat automatisch bij mij. Ja. En nou ja, hij heeft echt een visie van zo moet het en zo wil ik het. Ja. Dus ik denk dat we daarin uh, uh, elkaar niet lagen. Maar ik vind het een, uh, verder gewoon een, uh, een goede vent en uh, ja. een goede trainer. Ja. En uh, ik heb ook wel veel van hem opgestoken tactisch gezien. Dus ja. Uh, nou ja, dat is zijn keuze wat ik zei. Ik kies voor een ander. Ja, zo werkt nooit het nou in. Heeft jou denk je in zijn tijd nog benadeeld dat jij uh, eigenlijk nooit uh, in, bij een academie hebt gevoetbald? Bij, bij een BVO? Uh, dat dat misschien in, in tactisch opzicht dat je daarin uh, uh, je zegt, zelf ook wel vaak bij bij John Steegman had ik eigenlijk een vrij, vrije rol. Ja, nou, ik denk dat ik uh, tactisch gezien uh, wel meer had gekund. Mm. Uh, alleen het is gewoon dat hij uh, voor de middenvelders gewoon een andere gedachte had van hoe je het in moet vullen, zeg maar. Ja. Kijk, ik heb ook een eigen visie over voetbal, ja, ja. vind ik. Ja. En hij ook natuurlijk. Ja. Uh, dus. <laughs> Nee. Met elkaar vergelijken. We nee. nee. noemen het zelf al even. Op het moment dat je hier geblesseerd raakt, ging je wel om een luid, luid applaus ging je van, het, uh, van het veld af. Ja. En ik denk dat de meeste supporters je ook wel op die manier herinneren. Dus uh, we hebben ook uh, naar aanleiding van uh, die mooie tijd uh, nog wat beelden van jou, uh, jouw hoogtepunten hier bij Raakles achter elkaar gezet. beelden even ja. met, met trots of met weemoed hoe kijk je ernaar uh, ja trots natuurlijk wel ik ja. bedoel, uh, ik heb ja mooi jaar gehad twee uh, leerzame jaren laat ik het zo noemen ja. en uh, ja warme herinneringen blijven omhoog komen als ik uh, die beelden terugzie dat is ja. mooi nu dus uh, bij Excelsior uh, je hebt het kort al even genoemd maar uh, misschien uh, voor de mensen die de Kaker helemaal niet volgen wat voor seizoen hebben jullie uh, tot nu toe? ja en, uh, een gek seizoen en ook voor jou persoonlijk? Misschien kun je dat ook even... Ja, nou, uh, persoonlijk is, uh, is het uh, natuurlijk fijn dat ik wekelijks speel. Uh, daar ging het natuurlijk ook uh, vooral om dit jaar, dat ik gewoon wekelijks uh, yeah, uh, ja. mocht starten. En uh, dat is tot nu toe gebeurd. Alleen, uh, ja, het uh, is heel wisselvallig bij ons. Ja. En uh, dat uh, geeft de ganglijst goed aan. Maar je hebt er nijs nice in? Voor De rest heb ik namens in ja, de club is fijn, de medespelers zijn fijn, de stad is prettig om in te wonen. Ja. ondanks de grote stad, maar het is prettig. En ja, in ja. de mensen het van mij van het over gehad, ja, nee, klopt. Uh, ja, het uh, bevalt heel goed, toch wel. Ja, het is heel anders dan, uh, dan hier natuurlijk, maar uh, ja, het bevalt echt goed. En de kleine Nima, juist, sinds vorig jaar, de kleine Nima. ja, mooi zo. Ja, even in de wedstrijd van straks raakt zich FCM nog even kort. Wat verwacht je van die wedstrijd? Uh, nou ja, een wedstrijd die uh, beide ploegen moeten winnen. Um, ik verwacht wel dat Heracles uh, de overhand heeft en uh, uiteindelijk uh, drie punten hier houdt. Ja, voorspelling. Ja. Um, als ik het zo zie, ja, 3-1. Ja, Als je zo ziet, ja. Als, als ik, ik het zo zie, ja. Ik zie de warming up van hem. Hè. Ja, ja en jij, jij hebt van mij een doelpunt te maken. hoor. straks wie, wie denk jij dat? Noem me niet van één naam. Uh, um, Sylvester van de water. Sylvester van de water. Ja, oké. Okay. En dan moet je het ook van mij horen. Ja, zeker. Ik denk 2-0 en ik denk dat Rijvloed gaat scoren. Mag ik gaan ik. Het zien. We gaan het zien. Reuven tot zover. Um, ik heb nog één ding. Heb ik nog opgeschreven? Um, Raak is natuurlijk. We hebben het over gehad. De spitze discussie. Ja. Sinabakis of uh, Adriaan Club heeft natuurlijk ook uitgesproken van we kijken ook verder op dit moment. Uh, daar ben je mm -hmm. gewoon genoodzaakt uh, tot toe. Volgens mij hebben jullie in Rotterdam een aardige spitsloop, uh, lopen of niet bij Excelsior. We hebben een goede spits lopen ja. 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 Amazon. Amazon. IJslandse jongen. Kan op kunstgas uitvoeten. Zeker. Wat voor type is hij? Iemand die, ja, een echte nummer 9, Die echt aanstaat als de bal een 16 is. En ja, echt, een goldiesdief. Ja. Zou hij het Eredivisie niveau kunnen, denk je? Hij heeft natuurlijk met Excel Excelsior gespeeld in de Eredivisie. Wel een lastig jaar gehad, want dat jaar degenererde ze ook natuurlijk. Dus het is ook heel makkelijk om te zeggen: ja, in de Eredivisie kan hij niet. Want hij heeft het niet laten zien. Maar ja, ga maar eens bij een degadant uh, Ja, laten zien is ook lastig ja. natuurlijk. Dus Hier een keer een visitekaartje afgegeven in Almelo. Ja, Hedrik. Dus het stadion ligt hem wel. Ja, ja. daar ja. ligt het niet aan. Toch het kunstgas weer? Hè? Ja, toch het kunstgas. Ja. Misschien dat. Ja. ja. Reuven, tot zover. Uh, bedankt voor jouw wijzigheid. Heel veel succes. Aankomende vrijdag Eindhoven thuis. Ja, Eindhoven thuis. Heel veel succes. En überhaupt behoudt met Excelsior. En, uh, mooi dat je hier was. Uh, in, uh, in graag gedaan. Bedanken we u natuurlijk ook. Bedanken jullie voor het kijken naar uh, deze uitzending van Opwarmen. Heel veel plezier straks bij de wedstrijd tussen Heracles en FCM. En, en heel graag tot de volgende.